Spannend, soms verwarrend, heel goed in elkaar gezet. Zet je aan het denken, complimenten. Dat waren enkele van de reacties van de middelbare schoolstudenten die vandaag de première van de film Aan niets overleden hebben bezocht. De Caribische film van de hand van regisseur Raimi Sambo is vanmorgen om 10 uur in première gegaan in TBL Cinemas. Na afloop van de film hebben enkele studenten aangegeven wat hun bevindingen waren. Ik vond het heel spannend, maar in het begin dacht ik, toen ik het titel hoorde, dacht ik, het ging zeker over een moord of zo. Maar ik had helemaal niet verwacht dat dat zo gebeurde, dat hij AIDS kreeg en zo, en dat hij nog leefde. Dat had ik helemaal niet verwacht, maar Wat ik erover voel, laat me kijken. Ik vond het heel zielig. Hij leek nog steeds echt geïnteresseerd in de persoon die hem AIDS heeft gegeven. Dat vond ik het wel. Hij heeft toch geen AIDS gegeven? Het was spannend, maar het was tegelijkertijd ook een beetje confusing. Ik wist soms niet precies wat er gebeurde en ik moest echt nadenken van oké, is dit het wel, is dit het niet? En mijn vrienden hiernaast, maar eigenlijk nee, heeft het niet gedaan. Nee, hij is het niet. Hij is echt dood. Ik dacht nee, hij kan niet dood zijn. En wat die meneer zei van het schaamtegevoel, het kwam echt tot uiting. Vooral bij die moeder. Wanneer mag ik in de eerstvolgende film spelen? Sinds dat iets is waarvan ik... De film zelf, het zet mensen echt aan het denken. Dus nu pas weet ik waarom er op de eerste plaats gevraagd is dat mensen die sociologie studeren aanwezig zijn. En natuurlijk ook andere mensen, want ja, er zijn mensen hier die geen sociologie in hun pakket hebben, maar het heeft ook hun aan het denken gezet. En dat heb ik ook ervaren tijdens ik naar die film keek. Je hoorde mensen praten en nadenken en denken wat er gebeurd zal zijn en wat er zal gebeuren. Maar wie weet wie Kelvin besmet heeft? Was het Julius? Nee. Klopt, het was niet Julius. Oké, niet iedereen tegelijk. Gewoon even je vingers, zo. We hebben ook 3 dames daar die iets willen zeggen. Want jullie, nee, jij bent je hoofddoek, ja, die naar achteren kijkt. Jullie waren zo, ik heb de vraag gesteld en jullie waren met z'n drieën, dus doe het maar lekker met z'n drieën. Je zei, het was niet Julius, want? Het kan geen Julius zijn, denk ik, want aan het einde van die film heeft hij toch, verwacht hij toch een kind. En niet dat je met AIDS geen kind kan krijgen of zo, maar hij ziet er echt gezond uit. Dat waren de meningen van enkele middelbare schoolstudenten op de film Aan niets overleden. Dat de film emoties heeft losgemaakt, was duidelijk te merken aan de reacties. De première is ook bijgewoond door de Surinaams-Nederlandse cultureel antropologe Gloria Wekker, gespecialiseerd in genderstudies en de bestudering van onder andere seksualiteit. Ze gaf ook haar mening over de film. Ik vind het een mooie film. Wat er vooral uit spreekt, wat mij aanspreekt, is de ongelooflijke eenzaamheid van die moeder en haar dochter. Dus die moeder die houdt een soort schijnwereld hoog, waar steeds variatie in komt. Eerst is die jongen in Shanghai en een heel succesvol. Laat ik even ook reflecteren op de reacties vanuit de zaal tijdens de film. Hè? Ik had het gevoel dat er op vreemde momenten gelachen werd. En ook die scène waarin die jongens met elkaar vrijen en tongen, dat als ongemakkelijk ervaren werd en dan wordt er erg veel gelachen en elkaar aangestoten en een beetje geinig over gedaan. Ik wil graag dat jullie nadenken waarom er op die momenten gelachen wordt. Wat dat betekent.
Dat was Gloria Wekker, cultureel antropoloog, over de reacties van de studenten op bepaalde scènes in de film aan niets overleden. De studenten gaven toe bij die bepaalde scènes ongemakkelijk te zijn, omdat ze niet dagelijks meemaken dat homostellen elkaar in het openbaar kussen. De Caribische film, die als doel heeft taboes rond seksualiteit en schaamte te doorbreken, wordt de volgende week vertoond in TBL Cinemas.